allemaal, welkom bij Altivista en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik iemand te gast en dat is namelijk... Siem! Yes, Siem hebben we te gast vandaag. Ja, vaak als Siem te gast is, ja, dan zit er een dorp in de video. Dus we gaan zien of dat vandaag ook het geval is. Ja, ik weet het eigenlijk al, want we gaan vandaag twee hele gave mailkalbdozen openen. Dus echt heel veel figuren die we gaan laten zien. Ja, niet geen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee, 9 figuren gaan we laten zien. Ja, hoe 9. Dat zit precies, dat laten we zo zien. Dus twee mailkals, echt heel erg gaaf. En er is nog iets speciaals. Het zijn allemaal figuren van hetzelfde karakter. Dat is saai, hè? Dat klinkt heel saai, maar dat is het absoluut niet. Het is echt heel erg gaaf wat we laten zien. Dus het zijn echt collectors items, collectors editions. Dus goed, we gaan beginnen met het allereerste pakje. Komt ie. Ja. Hoppa, zo, zag je hem? Ja. Apart, hè? Zie je het? Goed, eerst een doosje. Ja, aan jou de eer zou ik zeggen. Ik zal hier even een mesje geven. Ik zou zeggen, snij hem open. Aan deze kant. Weet je wat? Ik snij hem voor jou open. Wacht even. Nee, ik snij hem wel voor jou open. Want dan moeten we voorzichtig doen. Dan mag jij hem openmaken. Dan doe ik voor de rest niks. Nee. Zo, en aan deze kant ook. Ik kan je al bij zeggen, dit pakketje is van Eagle Toys. Zo, zit goed dicht. Ja. Yes, hij is open. Open. Er zit echt iets heel gaafs in, zie. Dus gaat het een beetje? Kom, weet je wat? We zetten hem hier neer. Dan zien ze mij misschien wel minder, maar ze zien mij vaak genoeg in video's. Dus dat vinden ze vast niet erg. Ik pak de eerste. Moeilijk, hè? Zal ik hem voor jou in de kamer? Oh, hij is zwaar. Hij is heel zwaar. Ik leg hem hier neer. Oh. Voorzichtig. Ja, ik pak hem. Gaan we straks kijken of er nog even kijken wat zit er nog meer in. Dit alleen. Dus dan leggen we dit alvast hier neer. Dan kunnen we het andere doosje eventjes hier neerzetten voorzichtig. Ik maak hem even. Zo. Echt heel erg, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Wat gaat het horen? Wat gaat het zijn? Voorzichtig. Dan moeten we hem zo draaien. En dan moeten we hem weer zo draaien. En dan ga je het al een beetje zien wat het is. Ja. Wow. Kijk dit. Ach, pop. Vet, hè? Ja, vet. Het is een Dorps 8-pack. Ja, Dorps 8-pack van Huckleberry Hound. Dit is zo erg cool zien. Kijk, er zitten dus 8 verschillende karakters. En we gaan ze allemaal even doen. Ik ga trouwens eerst even vertellen. Ik zal eerst even de box laten zien. Kijk, dit is hij. Een 8-pack. Dorps. Ja, zoals jullie weten, dorps worden niet meer gemaakt. Dus dit is heel erg gaaf. Maar er is ook iets heel speciaals aan. Dit is namelijk de 1500 San Diego. Of 1500 pieces. San Diego 2017 exclusive. Saturday Night Cartoon staat erop. Kijk aan. Ja, ik weet dat er op die con in 2017 waren er verschillende. Je had namelijk deze 1500. En er waren ook nog een paar pops. Die waren zelfs 750. Laat ik hier even zien. Van Wacky Wheels was daar. Dat was wel grappig. Want in de laatste WonderCon zijn ook Wacky Wheels pops. Nee, Kens. De eerste Kens inderdaad die beschikbaar zijn. Dus toch speciaal. Hanna-Barbera. Ik ben groot fan van Hanna-Barbera. Ik ga de doos nog even aan laten zien aan de zijkant. Ja. Ik zag jou kijk aan, hier staan ze allemaal op. Ja, en je hebt al heel de set al meteen compleet. Nee, dat is makkelijk, of niet? 1 pop en dat je al heel de set. We hadden nog geen enkele dorps hadden we van Huckleberry House. Ja, en dan heb ik 1 pop en heb je allemaal. We gaan even vertellen, we gaan ze eventjes langs. Ja. Wat is het allemaal dit? Wat is dit? Een ridder. Dit is de ridder inderdaad. Dan hebben we... Brandweerman. De brandweerman. Dan hebben we de... Politie. Is dat een politie? Nee, lijkt meer een... Nee, dit is geen politie, chauffeur of zo, denk ik. Chauffeur, ja. Ja, of een butler. En dit is een? Cowboy. De cowboy. Dan hebben we... vaak hier, denk ik. Dan hebben we wel de politie. Ja. Dan hebben we iemand die op survival is in de jungle, denk ik. Ja. En dan hebben we nog een... dat is ook een politie. Dat is een Canadese Mountie. Okay. Echt heel erg gaaf. Ja, heel erg vet. Kijk aan, de Final Collectie, 8 stuks. En hier zit dan die sticker op, hè, aan deze kant, kunnen jullie zien. Heel erg gaaf. Vet. Ja, echt heel speciaal. En ook nog limited edition ook. Dus dit gaan we een hele mooie plek geven. Ja, Siem, voor ik jullie het kan zien, hè, we hebben die Dorps XL hebben we daar compleet. Ja. Hè, dus we hebben Groot en Rocket Raccoon hebben we dus ook.
Die tafel waren trouwens ook exclusief, allebei waren 2015. En deze hebben we ook compleet en we nog een andere set hebben we ook nog. Ik denk dat we onderhand heel die kast vol moeten gaan gooien, dat het echt een speciale dorpskast gaat worden. Ja. Waar we eerst nog maar één plank hadden, zijn het er nu twee, ja, wat er bovenop staat. Ja, jullie zien het niet, maar het is tegenover ons staat de vitrine kast. Ja. Goed, ik ga deze naast jou zetten. Oh ja, trouwens, er zit nog wel bij en dat zal ik je laten zien. De pakbon namelijk. Huckleberry Hound Dorfs 8-pack 1500 Pieces Limited. Ja, dat is hem. En laat eens zien wat je nog meer hebt gekregen. Stickers! Wow. Ja, en wie zijn er dan? Wat voor stickers? Wie is deze dat? Is Groot. Dat is wel toevallig, hè? Dit is Groot. Kijk aan, heel gaaf stick van Groot. Is... Die is van Star-Lord. Sorry, ja. Kom niet. Oh ja, en Groot ook nog. Star-Lord ja, en Groot. Kijk aan, hoe cool is die? Heel gaaf. En we hebben er meer. Van Eagle Toys sticker. Ook heel erg tof. En nog een flyertje. Hè? Bedankt voor uw bestelling. Bedankt voor uw bestelling. Ja. Ja. Heel tof. Goed. Gaaf stickers, hè? Ja. Goed, Marcin. Dan zet ik deze eventjes bij jou neer. Deze zo. Ja. He, want ik had al gezegd, we hebben twee mailcalls. Dus dit is het eerste mailcall. En ja, we hebben de tweede. Dus wat moeten we dan doen? Weer eventjes naar de lucht kijken? Ja. Nou, laat hem komen. Hoppa, zo. De tweede alweer. Tweede. Ja. Tweede pakketje. Deze is besteld via de Facebookgroep. Via een Facebookgroep. En die heet Funko Pop Ruiming. Ik zal hem even hier laten zien. Ook heel erg grappig. Er staan ook aardige pops op. Hier zit ook iets heel erg gaafs in te zien. Ja, en ja, als jij weet al welke erin zit volgens mij, welke figuur. Nee. Dat heb ik al verteld. En als het goed weten jullie het ook. Maar ik weet niet. En ik had al gezegd, het zijn allemaal figuren van hetzelfde karakter. Dus er kan niet maar één karakter in zitten. Oh ja, ik weet het wel. Het is namelijk Huckleberry Hound. Ja, echt heel erg gaaf. En kijk eens. Plastic gaat weg. Ja. Dan gaan we hem voorzichtig uithalen. Ik zet hem even hier neer. Sorry. 1, 2, 3. Ja, daar is hij. Ja. Kijk aan. Het is namelijk, dat is wel leuk om te zien. Het is van de Funko Shop. Funko Shop Limited Edition. Huckleberry Hound. Ja, de 10 inch. Kijk aan. Hoe cool is hij. Echt heel erg gaaf. Ja, ik had echt sowieso nog één 10 inch nodig. Ja, oh, valt ik. Ja, die gaan we direct wel eventjes op. We hadden sowieso nog één 10 inch nodig. Want ik heb er, boven heb ik er 1, 2, 3, 4, 4 staan. En daar kan er nog eentje bovenop. Jullie zien het niet, maar de 10 inch staan allemaal boven ons. Dus ja, deze is echt heel erg gaaf. Kijk, eventjes een beetje ruimte maken. Laat ik nog een keertje zien. Dit is hij. De zijkant en de achterkant. En dan is het zo dat er ook nog een Huckleberry Hound Chase staat. Ja, die is volgens mij in het roze. Dus, maar die hebben we niet. We hebben gewoon de normale editie. En ik moet ook eerlijk bekennen zien dat ik de normale editie ook het gaafst vind. Zie je? Dus dat is eigenlijk wel grappig. Dit is dus Huckleberry Hound zoals hij er normaal uit hoort te zien. En dit zijn eigenlijk al de karakters zoals je eruit kan zien in de tekenfilm. Hè? Het heet ook de Saturday Morning Cartoons. Vroeger zien had je alleen op zaterdagochtend had je tekenfilms die kon kijken. En hè, dan ging je 's morgens om 7 uur ging je naar beneden toe, ging je tv aanzetten en ging je tekenfilms kijken. En dat was tot een uurtje of 10. Kon je tekenfilms kijken. En nu kun je natuurlijk heel de dag door tekenfilms kijken. En welke je maar wil. Je zet Netflix aan. Bijvoorbeeld Pokémon. Ja. Noem maar op. Ja. Toch? Ja. En als het niet op Netflix is, dan is het wel Videoland. Niet op Videoland, dan is het wel Disney Plus. En als het niet op Disney Plus is, desnoods kijken we wel YouTube. Toch? Ja, en anders nog op tv. Ja, dus, maar dat was vroeger dus niet. Vroeger hadden we daar gewoon speciale tijd. Vooral de zaterdagochtend. Die waren magisch. Nou goed, wij zijn er heel erg blij mee. Ik zal nog een keertje laten zien. Dit zijn dus de dorps. En dit is de 10 inch. Zoals ik zei, allemaal Huckleberry Hound. En ik heb niet gelogen, het zijn het 9 karakters. En dit, moet ik wel zeggen, dit is wel het pareltje. Dit is echt wel de gaafste toevoeging die we hebben aan de hele dorpscollectie. 8 stuks, een 8-pack. Ja, volgens mij bestaat er niet eens een grotere pack met meer pops of meer dorps erin. Sowieso pops niet, daar geloof ik niks van. Hoewel, jawel, er staat volgens mij ook een Star Wars 8-pack, als ik niet weet. Of een 6-pack, een Star Wars 8-pack. Dus, maar ik had voor dorps sowieso is dit de grootste 8-pack volgens mij die er is. Op moet fout hebben, laat dan even weten in de comments. Ja. Goed, wat vond je ervan, Sim? Goed dat je allemaal eventjes geroepen had bij deze video. Ja. Ja, hè? Ik dacht wel dat jij hier heel blij mee zou zijn. Goed, en natuurlijk blij met die Dorps XL's, die twee, hè, die ik vorige keer had laten zien.
Goed, wat gaan we nog meer doen, Siem? We hebben nog... deze is ook heel gaaf. We hebben mystery minis. En dan hebben we 12 mystery minis. Ja, dat is een hele doos vol. En die gaan we alle 12 gaan we unboxen en openmaken. En kijken welke er tussen zit. Dat is ook heel gaaf. Want het zit allemaal... Elke mystery mini heeft een bepaalde oplage. Je hebt commons, een beetje rares. En je hebt heel zeldzame. Dat is echt heel erg gaaf. Dus dat gaat mooi worden. We hebben nog een gave mystery box die klaarstaan. Nog een gave mail call. We hebben nog gave reviews. Te veel om op te noemen, hè? Ja. Ja. Goed, veel te veel. Ja, mis die video's niet. Hoe kun je die video niet missen? Abonneer en op het belletje. Dan, als er dan een nieuwe video online is, dan hoor je het. Nou, ik hoef niks aan toe te voegen. Hartstikke goed zien. En, een aan duimpje die kant, omhoog. Nou, ja. Ook al niet te zeggen. Aan die kant kun je dat duimpje omhoog geven. Ja. Ik zou zeggen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Ja. Ik ben benieuwd of welke voelt vet. Ja. En welke dorp vinden jullie trouwens het leukst? Dat is wel gaaf om dat te vragen. He? Is het de ridder? Is het misschien wel de Fakir? Ik kan zeggen, dat is misschien wel mijn favoriet. De Mount ziet er ook heel gaaf uit. Ja. Goed, laat even weten welke jullie favoriet is. Laat even weten in de comments. En ja, nogmaals, super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel graag weer. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei. Hoi. Doei doei.